De leden van de Tweede Kamer en de leden van de Tweede Kamer, zoals misschien wel mevrouw Bikker, maar dat moet nog blijken, die vandaag zeggen dat het allemaal wel meevalt, omdat niet alle artikelen van deze noodwet zijn geactiveerd, die kunnen beter volksvertegenwoordiger in Noord-Korea gaan worden. Want dit soort wetten en bevoegdheden activeren in vredestijd is dictatuur, is machtsmisbruik, is het vertrappen van onze grondrechten en heeft niets meer met democratie en burgerrechten te maken. Als namelijk artikelen 2c en 4 onnodig en zonder echte aanleiding geactiveerd kunnen worden, dan kan deze enge ministerploeg ook makkelijk de andere artikelen van deze noodwet activeren. Meneer, nee, zo gaan we dat niet doen. We gaan niet beledigen, enge ministerploeg. Dat moet u echt terugnemen, anders kunt u meteen vertrekken wat mij betreft. Dus dat neemt u terug. We hebben hier geen enge ministerploeg. Zegt u maar. Ik neem dat niet terug. Oké, dan ontneem ik het woord. Dan een punt van orde over de voorzitter. Ja, niks punt van orde. Ik ben de voorzitter. Nee, prima. Ik heb u gezegd wat de sanctie daarop is. Het woord. Ik ga het woord geven aan mevrouw Bikker. Nee hoor. Sta ik het debat helemaal niet. Ik heb u duidelijk een keuze gegeven, meneer Marcus Sauer. Ik heb niks gezegd wat niet kan. Sorry. Oh nee. Nee, u kunt alles zeggen, maar ik ga over de orde hier. En ik vind niet dat wij hier ons kabinet als een enge ministersploeg moeten uitmaken. Dat vind ik een belediging. En op grond van artikel, pak het er even bij. Artikel 8.17 kan ik u dan het woord ontnemen. Dus ik geef u de gelegenheid, want u bent namelijk aan het beledigen. En als u dat doet, kan ik de rest van de Kamer horen. Nee, ja, u kunt van alles willen, maar ik ga hier over de orde. En ik weet niet wat u zich ermee kon bemoeien, meneer Van Hagen, maar ik ga hier over de orde. En ik zeg, ja, u mag zo, maar eerst mag ik eventjes. Want ik wil even aan meneer Marcus Sauer duidelijk maken op grond waarvan ik hem het woord ga ontnemen, tenzij hij die woorden terugneemt. Dit kan gewoon niet. Dit moeten we niet doen. We staan hier voor een publieke tribune. Mensen kijken mee. Mensen verwachten van ons een fatsoenlijke omgang met elkaar. En ik ben hier aangesteld als uw collega om daarop te letten. En dat doe ik. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Nu ga ik eerst naar meneer Marcus over. En dan kom ik misschien bij u. Ja, je kunt alles punt van orde maken. Dit is geen punt van orde. Dit is de orde handhaven. Dat is wat ik doe. Ja, dat gaat zeker ver, wat meneer Marcus Sauer zegt. Dat ben ik met u eens. Ja, ja, ik kom zo bij u. Kijk, weet u, meneer de voorzitter, als u me even de ruimte geeft om wat langer te reageren. Kijk, we hebben al vaker debatten samen gehad, meneer de voorzitter. En het is duidelijk dat u als persoon niet erg ingenomen bent met de manier waarop ik debatten aanvlieg en het taalgebruik dat ik bezig. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat als ik zou zeggen enge ministerploeg in het kader van zo'n vergaande wet, dat u me daarop zou afhameren. Dat was niet mijn intentie. Ik vind het onderwerp te belangrijk om en mijn inbreng eerlijk gezegd ook. Want ik denk dat ik ben ook de eerste spreker en ik denk dat ik andere dingen, dat ik toch wel een aantal punten in kan brengen die belangrijk zijn. Dus ik zou het zonde vinden om nu mij het woord te laten opnemen omdat ik heb gezegd enge ministerploeg. Maar mag ik er dan van maken, want helemaal terugnemen is natuurlijk ook wel heel ver, dat ik een ministerploeg die dit soort noodwetten wil activeren eng vind. Als ik dat niet mag zeggen, dan hebben we toch samen een probleem, want dan beperkt u wel heel erg mijn ruimte. En het is ook niet eng. Kunt u dan motiveren waarom dat eigenlijk beledigend is? Ja, laten we daar eens over gaan hebben. Laten we daar eens een debatje over gaan hebben, wat beledigend is. Nou ja, lieve mensen, luister eens eventjes. Ik ben hier de voorzitter. Ik ben gewoon jullie collega. Ik doe dit de hele dag voor jullie. De orde handhaven, dat is wat ik doe. Niets meer en niets minder. Heeft niets met u, meneer Marcus Sauer, te maken. Alleen de een gebruikt steviger woorden dan de ander. Er is een grens aan. En die grens ligt bij mij met de kwalificatie. Nee, ik ga helemaal de minister helemaal niks vragen. Ik heb u allemaal helemaal niet nodig om de orde te handhaven. Dat kan ik gewoon zelf doen. Artikel 8.17. Gaat u het allemaal maar even nalezen. Bij B, als er belediging plaatsvindt, dan kan ik u het woord ontnemen. Dat wil ik nu gaan doen, tenzij u het terugneemt. En dan kunt u allerlei zinsconstructies, maar zolang dat woord eng daarin staat, zijn dit uw laatste woorden op het spreekgestoelte. Ja, ik ben nu nog steeds in gesprek, u mag straks. Dus verzint u maar iets anders, maar met eng gaan we niet verder.
Dit is een punt van orde. Dat is nou, weet wat, voorzitter, misschien, weet ik vind wat u denkt eigenlijk nog, wat u doet, vind ik eigenlijk nog veel enger. Oh, dus ja. Misschien moet u maar de orde handhavers mij vragen me van het spreekgestoel te halen. Ik accepteer het eigenlijk helemaal niet. Okay. Haalt u me nou af? Ja. Ik ga niet weg in ieder geval. Nee, ik ga niet. Moeten we u weg laten halen? Ja, haalt u me maar weg. Oké, dan verzoek ik de bodem om. Haalt u me maar weg. Voor dit moet u me maar weghalen. Het is krankzinnig wat u doet. Zo wel.